bestaan honderden recepten om scampi's te bereiden. Maar ik eet ze het liefst in een romige currysaus met appeltjes en Oosterse kruiden. En zo gaan we ze vandaag klaarmaken. We gaan een Thaise currysaus maken. Wat gaan we doen? We gaan een shallotje aanstoven in een pan. Zodat ze lekker kunnen karamelliseren. Pak een goede boter. Mag een stevig klompje zijn. Nou, dit gaan we op het vuur plaatsen al. Nou, terwijl onze shallotjes langzaam gaan sudderen in de boter, gaan wij appeltjes snijden. Nou, we gaan ze niet schillen, want de smaak van de appel zit eigenlijk in de schil. En zeker bij een Granny Smith appel. Nou, die appel die doen we er eigenlijk in voor frisheid en voor de binding. Nou, we gaan er ook nog een Jonagold appel bij doen. Nou, al deze appels gaan we in onze pan erbij doen. Nou, kijk eens aan. Al die boter die is lekker in die uitjes aan het gaan. Nou, dit gaan we terug op het vuur plaatsen. We gaan er eigenlijk een appelkompotje van maken. Nou, we spraken net over een Thaise curry. Nou, wat hebben we dan nodig? Natuurlijk citroengras. We gaan ook fijn snijden. Nou, we gaan er ook wat koriander bij doen. Echt zo'n typisch Thaise kruid. Nou, en bij een lekkere curry hoort natuurlijk ook tomaat. Nou, ongeveer een achttal Syrische tomaatjes is voldoende. Nou, we hebben hier gemalen curry. Heeft altijd gelijk een mooi aroma. En dat in combinatie met appel is een perfecte combinatie. Nou, een drietal mespuntjes is voldoende. We gaan er ook nog wat peper en zout bij doen. Nou, ons kompotje is klaar. We gaan het onderzetten met kippenbouillon. Zodat het niet gaat aanbranden. Terwijl dat het staat te stoven. We laten dit ongeveer een twintigtal minuten sudderen. Zodat die appeltjes mooi al het vocht kunnen opslurpen. Dat betekent dat we ruim de tijd hebben om scampi's te pellen. Vergeet zeker niet het darmkanaal te verwijderen. En het overtollige vocht af te deppen met wat keukenpapier. We kruiden onze scampi's en bakken ze op een hoog vuur in olie. Op het einde voegen we nog een klontje boter toe voor een lekkere smaak. Onze scampi's zijn klaar. Nog wat bieslook erover. Nou, we gaan onze saus afwerken. We gaan dit in een blender doen. Nou, als je natuurlijk aan Thailand denkt, dan denk je natuurlijk ook aan kokosmelk. Kokosmelk gaan we hierbij doen. We gaan ook een klompje boter erbij doen. Als laatste gaan we volle room van Campina toevoegen. 250 gram. En die room zal ervoor zorgen dat we een mooie binding zullen krijgen. Nou, kijk eens wat een mooie schuimlaag hier al op zit, hè. We gaan het zeven. De overtollige schilletjes van de appel en van de citroengras gaan we nu verwijderen. We hebben een bladde saus die mooi schuimt. En het enige dat ons nu nog te doen staat, is ons bord dresseren met de sappige scampi's en onze heerlijke zoete Thaise currysaus. We werken af met verse koriander en een takje dille. Nou, en willen jullie thuis de familie ook eens verrassen met die lekkere scampi's en currysaus? Kijk dan op Njam.tv. Smakelijk en tot de volgende keer.